Dit is wat je onder andere kunt maken tijdens de creatieve workshops van Erika de Winter. Het is niet zomaar wat hobbyën. Erika kwam op het idee nadat ze een paar maanden geleden getroffen is door een herseninfarct. Door creatief bezig te zijn heeft het haar revalidatie en concentratie verbeterd. Ik ben begonnen met een blauwe koe te schilderen en toen heb ik zo een stuk of 10 koeien had ik gedaan. En toen dacht ik, ja, dadelijk staat heel mijn huis vol koeien, wat moet ik gaan doen? En vandaar dat ik dit plan heb bedacht. En iemand zei tegen mij, waarom doe je geen schapen? En toen dacht ik, ja, dat is ook wel iets. En toen ben ik met een schaap begonnen en natuurlijk eerst met een I Love Dordrecht schaap. En toen dacht ik, wat goed voor mij is, is misschien ook goed voor iemand anders. En zo ben ik op het idee gekomen om Studio Blijmakers te bedenken. Het I Love Dordrecht schaap wordt geveild op Marktplaats. Met de opbrengst betaalt Erika de kosten van de workshops. Het bericht op Facebook is al duizenden keren bekeken. Mensen zijn nu aan het bieden. Er is iemand begonnen met €15. Een uur geleden heb ik nog gekeken, heeft iemand €60 geboden. Maar ik hoop natuurlijk op veel meer voor woensdag Blijmakersdag. Want zo heten die workshops die vooral zijn bedoeld voor mensen met een burn-out, ADHD'ers of voor iedereen die gewoon wil ontstressen. Maar Erika heeft nog meer plannen. Maar daarnaast is het ook mogelijk voor bedrijven om zelf hun eigen kunstschapen of koeien te komen maken. Of blije muren. Ja, dan kan je bijvoorbeeld dit soort schapen gaan schilderen en een hele mooie muur van gaan maken. Dat kan op andere dagen. En daar gaat ook weer een gedeelte van naar woensdag Blijmakersdag. En krijgen we ook nog een RTV Dordrecht schaap? Nou, als RTV Dordrecht mij de opdracht geeft om een RTV Dordrecht schaap te maken, dan wil ik graag een mooie blijmaker maken voor RTV Dordrecht. De workshops gaan in september van start bij Door in de Voorstraat.